Hallo allemaal, hartelijk welkom bij deze Beta Break. Deze maand geen actueel onderwerp, maar we eren een held uit de UvA en eigenlijk ook de Nederlandse geschiedenis, Luidsen Egbertus Jan Brouwer. En na het verschijnen van de kanon van de vaderlandse geschiedenis schreef Rudy Kousbroek in NRC Handelsblad een reeks artikelen over vergeten namen, mensen die deze lijst niet hadden gehaald. De grootste vergeten naam volgens Kousbroek, Brouwer. De wiskundige die 50 jaar geleden overleed. In Kousbroeks eigen woorden, vermoedelijk het grootste mathematische genie dat de 20e eeuw heeft voortgebracht. In Nederland en in de hele wereld. Nederland heeft de grootste voetballers ter wereld voortgebracht. Vertellen taxichauffeurs in het buitenland mij altijd. Ja, roep ik dan. En de grootste wiskundige. Huygens, Lorenz, Stieltjes, Brouwer, Korteweg, Manouri, Van der Waarde, Freudenthal. Maar wiskundigen worden niet zo breed bejubeld als Dennis Bergkamp of Johan Cruijff. Misschien omdat je een mooie goal of een mooie paas wel kunt waarderen zonder te begrijpen hoe iemand het doet. Of juist zo kunt waarderen omdat je absoluut niet begrijpt hoe iemand het doet. Terwijl het bij wiskunde wat moeilijker ligt. Je kunt de schoonheid van een bewijs eigenlijk alleen waarderen door de moeilijkheid ervan juist te snappen. En gelukkig hebben we hier een panel voor ons van 4 wiskundigen die ons langs de schoonheid van Brouwers wiskunde gaan leiden en tegelijkertijd langs de geschiedenis van zijn leven. Hans Ree is afgestudeerd wiskundige, maar stopte met zijn promotie om een carrière in het schaken te vervolgen. En met succes, hij is grootmeester. En daarna is hij schrijver van verschillende boeken en columns voor NRC Handelsblad. Brouwer is het bekendst geworden door zijn doorbraken in de topologie. Het vakgebied in de wiskunde dat gaat over continue vervormingen. Het bekendste voorbeeld is dat je een donut kunt omvormen tot een theekopje met 1 oor eraan, maar niet tot een bol. Een van onze gasten is dan ook professor Jan van Meel, die topoloog van beroep is hier aan de overkant bij het Korteweg de Vries Instituut. Ook had Brouwer ideeën over de grondslagen en de filosofie van de wiskunde die lijnrecht ingingen tegen die van zijn gevestigde tijdgenoten. De eigen stroming die hij begon leeft nog steeds voort en heet het intuïtionisme. Wim Veldman is intuïtionist en zal ons daar straks meer over vertellen. Niet alleen op het vlak van de logica was Brouwer tegendraads, ook in zijn dagelijks leven. Hij leefde als hippie avant la lettre in een hut in Blaricum, destijds een kunstenaarsdorp tegenwoordig. Goed. Over zijn leven kan ons vertellen emeritus hoogleraar geschiedenis van de logica en geschiedenis van de wiskunde Dirk van Dalen, die een wetenschappelijke Engelse biografie schreef en een iets eenvoudiger, desondanks vuistdikke Nederlandse. Ik wil het publiek absoluut aanmoedigen om vragen te stellen. Steek je hand op, dan probeer ik even oogcontact te leggen en dan zo snel mogelijk bij je te komen. Ik heb een verlengsnoer, maar als je echt achterin zit, kom dan een beetje naar voren. Ja, dan kunnen we wat mij betreft beginnen met de eerste vragen. Ja, welkom aan alle sprekers allereerst. Ik zou u eerst willen vragen, wat is eigenlijk uw band met Brouwer? Dus we hebben u allen uitgenodigd omdat u een speciale band met Brouwer heeft. En dan wil ik beginnen bij meneer Ree. Kunt u misschien iets vertellen wat u... Oh, heeft de microfoon? Dit. Ja. Doet hij iets? Ja. Ja, kijk, toen ik... de eerste jaren dat ik wiskunde studeerde, toen had ik en ook vrienden van me, ook wiskunde studeerden, een beetje een hoogmoedig studenticoos idee dat toepasbare wetenschap eigenlijk van laag allooi was. En zonder dat het te weten, nu weet ik dat Brouwer precies hetzelfde daarover dacht. Dat wist ik toen niet, maar het maakte wel... kijk, ik was al wiskundig gaan studeren omdat dat niet met de modderigheid van het echte leven te maken had. En binnen de wiskunde ging ik ook de dingen doen die niet zo direct toepasbaar waren. Zoals... inderdaad, topologie en logica, grondslagen, onderzoek. Ik had ook bijvak filosofie. Dus in mijn, iets waar ik nu helemaal niet meer achter sta, maar in mijn neiging om het echte leven te ontvluchten, kwam ik bij de dingen terecht die Brouwer deed.
En meneer Veldman, ik zag u net een beetje uw hoofd schudden toen wij het hadden over de grootste wiskundige van Nederland. Bent u het daarmee oneens of wat, is uw band met Brouwer? Ik wil die... hij doet het wel. Oké. Okay. Nou, ik wil me niet begeven in de discussie over de grootste wiskundige. Nee, dat hoeft ook niet. Maar Brouwer inspireert mij. En dat is... om te begrijpen... ik weet niet of ik ook al iets moet vertellen wat ik zie als de intuïtionisme. We gaan het straks nog uitgebreid over het intuïtionisme hebben. Dus Je kunt er kort iets over zeggen. Als de vraag alleen is... dus Brouwer inspireert mij. Ik geloof dat hij discussie heeft geopend die de moeite waard is en die nog altijd niet is afgesloten en die deel is van de discussie om te weten wat we aan het doen zijn als we wiskunde doen, wat het eigenlijk is. En daar komen zijn vragen uit voort en dat inspireert ook de manier om dat leidt zelf tot wiskundige problemen. En meneer Van Meel, bent u ook geïnspireerd door Brouwer? Jazeker, maar dus Brouwer kwam dus toevallig in mijn leven. Ik studeerde aan de VU. Het was al heel duidelijk dat de zuivere wiskunde mijn liefde was. Maar ik specialiseerde me niet. Ik deed allerlei de zuivere wiskunde, algebra, meetkunde, analyse. Vond ik allemaal leuk. Topologie vond ik ook leuk. Maar aan het eind van mijn studie, dan moest je aan de VU toen werkgroepen doen. En werkgroepen. Dan was het zo dat je aan de hand van literatuur, van recente dus literatuur, onder leiding van docenten, je die recente literatuur eigen maakte. En er was een werkgroep in de aanbieding, helemaal dus toeval, van mijn latere promotor Baaien. En dat ging over het werk van een UvA-promovendus, Albert Verbeek. En dat was topologie en daar kwam ook het werk van Brouwer dus ogenblikkelijk boven drijven. En zo kwam Brouwer in mijn leven en hij heeft mij nooit meer verlaten. Hij is altijd bij me gebleven. En tot slot, meneer Van Dalen, wat is de rol van Brouwer in uw leven? Ja, Brouwer is mijn leven binnengekomen op een veel te vroeg moment eigenlijk. Ik had een wiskundeleraar op de HBS die bij Brouwer gestudeerd had. En ik had het voordeel dat ik naar huis liep en dan halverwege woonde hij en dan haalde ik hem in. En hij vertelde van alles en nog wat over Brouwer, over de topologie, intuïtionisme, weet ik wat. Dus toen ik eenmaal naar de universiteit ging, was ik vast besloten om dit vak te gaan doen. En het heeft me nooit teleurgesteld. We willen, voordat we over het leven van Brouwer en over topologie en over intuïtionisme gaan praten, heel even een soort, laat ik zeggen, temperature check doen hoe... geïnformeerd is ons publiek eigenlijk. Dus ik ga een drietal vragen stellen. Nu kunt u hand opsteken als u het antwoord weet. We zullen u niet testen. Dus als u denkt, ik schaam mij dat ik dit niet weet. Laat die hand maar lekker gaan. Wie van jullie kent de wiskundige Georg Cantor? Ah, kijk. En wie kent de wiskundige David Hilbert? Kijk aan. Nou goed, dan de laatste vraag. Wie kende voordat hij... wist dat hij vanmiddag hier zou zitten, het onderwerp Luidse Egbertus Jan Brouwer. Oh, het valt reuze mee, kortom. Oké. Dan wil ik beginnen met een vraag aan meneer Van Dalen. Kunt u beschrijven wat voor een man Brouwer aan het begin van zijn studie was? Hoe was hij als student? Wist hij al vroeg dat hij een genie zou zijn? Of hoe, Sorry, Ik ben wat slecht van gehoor. Wat voor man was Brouwer als student? Hij zelf. Ja. Ja. Hij is ongetwijfeld een soort wonderkind. Hij begreep alles vrijwel direct. Ontdekte allerlei dingen waar anderen niet aan gedacht hadden. Was geen monomaan. Hij hield van allerlei onderwerpen. Natuurkunde, talen, wat je maar wil. Hij wist wel heel zeker wat hij wilde en daar konden de mensen hem niet van afbrengen. Maar hij zag er ook niet tegenop om zijn kennis te demonstreren. Er zijn allerlei anekdotes en ik wil er eentje van vertellen. Er was een professor van Pesch in Amsterdam. Van Pesch en Korteweg gaven de wiskundecolleges. En Korteweg was een meester, die kon alles.
Maar Van Pesch kon dat niet zo goed. En die gaf college en die verdwaalde halverwege het college. En stond hij wat beschimmeld voor het bord te kijken wat hij nou moest doen. En na verloop van tijd stond Brouwer dan op, liep naar het bord toe, pakte het krijtje uit de hand van de hoogleraar, maakte het bewijs af en ging weer zitten. En dat is het soort man die Brouwer altijd gebleven is. Hij wist precies hoe het zat en hij schaamde zich niet om dat helder uit te leggen. En had Brouwer, zoals meeste genieën, ook merkwaardige trekjes? Wat waren de merkwaardige trekjes van Brouwer als genie? Merkwaardige trekjes? Eigenlijk niet zo heel erg. Het hangt er vanaf hoe je er tegenaan kijkt. Laat ik weer een ander geval noemen. Hij was als kind enorm geïnteresseerd in de natuur. Botaniseren, hij woonde in Haarlem, trok de duinen in en was er uren mee bezig. En hij wilde dan ook graag, maar dat was nogal moeilijk, hij wilde graag in de duinen overnachten. Dan kon hij daar rustig onderzoek doen. En dat verbood zijn vader hem. Maar op een bepaald moment, toen zijn vader in de kelder was, heeft Brouwer de sleutel omgedraaid en de hele nacht in de duinen doorgebracht. Hij zag er niet op tegenop om krasse maatregelen te nemen als hij iets echt wilde uitvoeren. En dat deed hij in de wiskunde ook en internationale gezelschappen. Hij liet zich door niemand de les lezen. Ik moet zeggen, hij wist ook alles vrijwel beter, heel lastig. Dat maakt natuurlijk niet bemind. Was hij wat dat betreft een ruziezoeker? Nee, hij zocht geen ruzie. Maar hij kreeg de ruzie, om zo te zeggen. hij was niet bereid om een compromis te sluiten als hij zag dat zijn tegenstander nergens op leek. En dan zette hij de discussie voort. En dat leverde hem de reputatie op van hij maakt met iedereen ruzie. Maar hij stond er gewoon op dat de dingen rechtgezet werden. En als mensen onzin vertelden of als mensen van de waarheid afweken, of als de mensen hem probeerden te nemen, nog erger, dan kon hij dat heel helder en duidelijk uitleggen. Ja. Bijvoorbeeld, u vertelde over een voorbeeld dat na de Eerste Wereldoorlog de Duitse... Dat is inderdaad een episode. Brouwer was, behalve dat hij een wiskundige was en die zijn leven grotendeels echt aan de wiskunde besteedde, iemand die bepaalde issues in het maatschappelijk leven oppakte en die daar een actiegroep vormde en dan inderdaad tot op het mes ging. Na de Eerste Wereldoorlog waren de Duitsers en de Oostenrijkers uitgesloten van alle internationale wiskundecongressen, mochten niet in andere wiskundetijdschriften publiceren enzovoort enzovoort. En dat vond Brouwer een schandaal. Brouwer was niet pro-Duits, hij was internationalist. Hij vond dat als je een goede wiskundeclub had, dan moest iedereen daar lid van kunnen worden. Daar voelden met name de Fransen en de Belgen niet voor. En ik kan me dat wel een beetje voorstellen, want de Fransen en de Belgen hebben natuurlijk enorm geleden onder het Duitse leger. En het Duitse leger heeft de bibliotheek in Leuven in brand gestoken. Dus er is van alles gebeurd wat echt tamelijk ver ging. Maar Brouwer zei, dat mag dan zo zijn. Daar ga je geen vakmensen na de oorlog uitsluiten uit zo'n vereniging. En die actie heeft jaren voorgesleept. Totdat hij in 1928 beslist werd, toen de Duitsers voor het eerst weer toegelaten werden tot het internationale wiskundecongres. En Brouwer heeft ook een boek geschreven over leven, kunst en mystiek. Wat was dat voor soort boek? Sorry, over? Het boek wat hij heeft geschreven over mystiek. Wat was dat voor soort boek? Wat wilde hij daarmee? Dat was een beetje een uitdagend boek. Dat heeft hij gepubliceerd in 1905 en van tevoren natuurlijk al voorbereid. Een provocerend studentenboek waarin hij allerlei standpunten keihard aanviel. Hij was toen al op weg om intuïtionist te worden. En intuïtionisme is een tamelijk mystieke aangelegenheid in de zin van de echte mystiek. Dat is iets wat je in jezelf, in je hoofd doet.
en intuïtionistische wiskunde bouw je ook in je eigen hoofd op. Dus hij had een aanleg daarvoor. En hij had, wat zal ik zeggen, een wat scherp spottende kritische kijk op de maatschappij. Hij had ook een kritische kijk op de vrouwenemancipatie, heb ik gelezen. Inderdaad, hij maakte allerlei opmerkingen over de vrouwen die de baantjes in de maatschappij zouden overnemen. En dat was nergens goed voor. Dat was niet zo erg vriendelijk. Hij was ook bevriend met Emmy Noether, toch? Daar was hij binnen. En hij heeft zelf vrouwelijke studenten gehad, een vrouwelijke promovenda. Hij werkte met vrouwen samen. Er is geen sprake van geweest dat hij zelf op enige manier vrouwen discrimineerde. Maar, laat ik het even refereren. Als je net voor in de 20 bent, dan ben je in een leeftijd waarin je graag gekke dingen zegt. En hij kon die gekke dingen heel scherp zeggen. Dus ik kan iedereen eigenlijk aanbevelen om dat te lezen. Ik heb een exemplaar meegebracht. Oeps. Er is een Nederlands uitgeverijtje, dat heet Epsilon, opgericht door een wiskundige. En die geeft allemaal mooie wiskundeboeken uit. Die heeft ook dit boek uitgegeven waar die levenkunst en mystiek in staat en nog veel meer. Allerlei brieven en discussies daaromheen. Het is echt de moeite waard om die dingen te lezen. Goed om te analyseren, mooie taal. Er wordt veel gezegd wat later uitgekomen is. Dus deze dingen zijn gelukkig nu voor iedereen toegankelijk. En hij woonde een tijd lang in Blaricum, zei ik net al, als in een hut. In wat voor groep mensen bevond hij zich toen? Wat was dat voor een... Blaricum in die tijd was al bezig om een kunstenaarscentrum te worden. Hè? Dus de schilders van de Haagse school gingen daar naartoe. Allerlei mensen, journalisten, geleerden, politici, vestigden zich daar. Dus het was een vrij gezelschap waarin van alles en nog wat kon gebeuren. En daar bewoog hij zich graag in. Hij discussieerde met iedereen. Het was de vrije wereld van toen. Het was echt een doorbraak vergeleken met, de conventies zoals die toen overal heersten. En Brouwer zelf was iemand die zonder zich daarop toe te leggen, maar die zich intensief bezighield met dat soort praktijken. Hij hield mystieke zittingen waarin hij in zichzelf keerde, nam zonnebaden in de tuin, geheel ontkleed. Die tuin was wel door een heg omgeven, dus niet iedereen kon dat zien. Maar ik bedoel, dat huis van Brouwer in die tuin was een soort excentriek centrum waar mensen uit heel Nederland en ook uit het buitenland. Einstein is daar geweest, Hilbert, Hermann Weyl. Die kwamen allemaal bij Brouwer op bezoek om eens te kijken hoe dat daar ging. En dat was ook de plek waar hij werkte? Of werkte hij op de universiteit? Deed hij daar zijn werk of in die hut? In principe deed hij dat allemaal thuis, ja. De universiteit was een plaats waar je alleen maar heen ging om college te geven en dan weer gauw weg. En we begrepen dat hij ook een beetje een ladies man was, Brouwer. Dat Brouwer ook een ladies man was. Zeker, hij was op dames gesteld. Hij had vele vriendinnen. Dat was allemaal, moet ik tot uw grote teleurstelling zeggen, in het nette. Maar hij hield ervan. Hij had een schaar van vrouwelijke aanbidders om zich heen. Hij kon plotseling opduiken. Hè. Er is een rapport dat de familie van Anroy in Zwitserland op vakantie was. En plotseling kwam Brouwer daar binnen met aan zijn arm een Hongaarse gravin. Dus hij had altijd wel een dame die hem vergezelde bij wat er ook dan gebeurde. En we hebben het net al even over dat Brouwer een heel vrije geest was. En het tegenwoordige klimaat op de universiteit is... je hoort veel over publicatiedruk bijvoorbeeld. Meneer Van Meel, denkt u dat Brouwer in deze tijd, op deze universiteit, tot bloei was gekomen? Of was hij... als zijn vrije geest in de huidige tijdsgeest?
Nou, ik denk dat Brouwer het overal wel gered zou hebben. Het is inderdaad zo dat de cultuur aan universiteiten heel erg anders is dan de cultuur toen. En het is waar dat wij tegenwoordig veel meer afgerekend worden op prestaties. Maar een goede universiteit herkent de genieën en herkent het toptalent. En dus ongetwijfeld is het zo dat Brouwer in deze tijd ook herkend had geworden als een toptalent. En dus toptalenten die moet je een beetje met rust laten en hun eigen weg te laten gaan. En dan komt het altijd goed. En hoe meer je schudt en duwt en short aan een dus toptalent, hoe slechter het met hem of haar gaat. Dus laat die lui alsjeblieft hun eigen weg gaan. En dat had men dus Brouwer ook in deze tijd gegund. Dus het zou nog steeds wel geaccepteerd zijn als een genie hier niet op de universiteit werkt, maar thuis. En dan af en toe langskomt om college te geven. Nou, dat is misschien wel iets anders. Je moet dus tegenwoordig wel vaker op het instituut zijn en je gezicht laten zien. En de studenten, ja, die moeten je natuurlijk kennen. Maar het was niet een uitzondering. Hè? Dus Brouwer was in dat gedrag toen niet een uitzondering. Vroeger was het zo dat hoogleraren, die gaven college op de universiteit of die gaven ook wel college thuis. Die nodigden de studenten gewoon thuis uit. En dan kregen ze allemaal een kopje koffie en dan zaten ze in de huiskamer van de hoogleraar en dan gaf hij daar college. Dat was dus veel meer normaal toen dan het nu is. Nu zijn de groepen studenten ook veel groter. Dat zou dus niet meer kunnen. Dus als ik alle studenten waar ik het college aangeef bij me thuis uit zou nodigen, dat zou ontzettend gezellig zijn, maar dat zou toch tot lastige dingen aanleiding geven. Dus de massaliteit van universiteiten leent zich niet meer voor een dergelijke houding. En ongetwijfeld had Brouwer zich daaraan aangepast. Ik wil nog even benadrukken dat... Oh, sorry. Meneer Van Dalen? Mag ik hier nog een kleinigheid aan toevoegen? Brouwer was erg in zichzelf gekeerd. Wiskunde, dat doe je voor jezelf. En de universiteit geeft je les, want daar word je betaald. Maar je moet niet te veel mensen aan de deur hebben. Het was bekend dat hij nou geen vriend was van slimme mensen die dat duidelijk demonstreerden. He, dus je had mensen als Vorntaal, Van Danzig, die ieder ogenblik een idee hadden en dan bij Brouwer aan de deur klopte en zeiden, professor, wat ik nou gevonden heb. En daar hield Brouwer helemaal niet van. He, dat soort mensen kon hij echt niet gebruiken. Niet omdat hij het niet waardeerde, maar hij wilde in zichzelf werken. En ja, zo was dat. Niks aan te doen. Goed. Ja, ik wil nog even benadrukken dat wie vragen heeft vooral even zijn hand op moet steken. Dan kom ik die kant op gelopen. En dan wil ik dit blokje over het leven van Brouwer even afsluiten om door te gaan met het vakgebied waarin Brouwer voor doorbraken zorgde, namelijk de topologie. En ik wil aan onze professor Jan van Meel vragen, wat is topologie eigenlijk? Dus topologie is wat men ook wel de gummimeetkunde of rubbermeetkunde noemt. En dat kan ik als volgt uitleggen. Wij allemaal hebben hier in ons eerste jaar een college een lineaire algebra gehad. En waar ging het over? Daar ging het over vectorruimte. Lineaire vectorruimte. Hè. Dus de reële rechte R is een voorbeeld van een vectorruimte. R kwadraat, het platte vlak, dat is een vectorruimte. De lineaire ruimte R is wat we in de lineaire algebra een eendimensionale vectorruimte noemen. Het platte vlak is een tweedimensionale vectorruimte. De Euclidische ruimte is een driedimensionale vectorruimte. En zo ga je verder. En zo kun je naar de vierdimensionale Euclidische ruimte gaan, 5, 6 enzovoort. En die structuren, dat kun je al aan een eerstejaars student uitleggen, die zijn dus binnen de wiskunde verschillend. En dat is heel simpel, want wat zijn de dus bewegingen die je van de ene structuur in de andere toestaat? Dat zijn zogenaamde lineaire transformaties. En dat zijn hele rigide afbeeldingen. Als je de ene vector dus op de andere vector afbeeldt, dan is het zo dat je noodzakelijkerwijs vanwege lineariteit de vijf keer die ene vector af moet beelden op vijf keer zijn beeld. Als je twee vectoren optelt, dan moet je
de som van die beide vectoren afbeelden op de som van hun beelden. Dat zijn dus hele mooie afbeeldingen, maar dat zijn afbeeldingen die heel erg rigide zijn. En daarom kun je het onderscheid in die wiskundige structuren heel makkelijk aangeven. En dat kun je zelfs aan een eerstejaarsstudent uitleggen. En dat heb ik misschien wel in mijn leven 30 jaar aan eerstejaarsstudenten uitgelegd. Stel je nou eens voor dat je naar diezelfde Euclidische ruimten kijkt, r kwadraat, r tot de derde, generaliserend naar r tot de n-de. En je accepteert dat de afbeeldingen van de ene structuur in de andere veel minder rigide zijn. Dat je op een vloeiende wijze van de ene structuur naar de andere mag gaan. Vloeiend in die zin dat je wel een beetje kunt schuiven, dat je kunt krimpen, dat je kunt duwen, maar dat je de structuur er niet kapot mag slaan. Je mag niet een gat dus erin slaan. Dus vloeiend ga je van de ene structuur in de andere over. Als je dat soort bewegingen in je meetkunde toestaat, dan kun je je afvragen, zijn die Euclidische ruimte waar we het net over hadden, die zo simpel in de lineaire algebra verschillend zijn, zijn die, als je dat soort bewegingen toestaat, ook nog verschillend. En dat was het probleem waarmee Brouwer dus beroemd werd en wat uit de 19e eeuw kwam en wat men niet op kon lossen en waarmee dus Brouwer faam gemaakt heeft. Dus de vraag is dan of je het vlak of zou kunnen vervormen op een hele mooie manier, gewoon alleen door te vervormen, niet door te scheuren naar bijvoorbeeld een lijn of ja, naar 3D. Ja. Dat is ja. De ja. En als je kijkt naar een lijn dus en het vlak, dan is de oplossing heel erg simpel. Je kunt heel gemakkelijk zien dat een lijn niet hetzelfde is als het vlak. Want kijk maar naar een lijn en later is een punt uit weg. Als je een lijn neemt en je hebt een punt, dan zie je opeens twee losse stukjes ontstaan. Links van het punt en rechts van het punt. Dan kijk je naar het vlak en dan laat je ook een punt weg. En dan kijk je naar het complement van dat punt. En dat complement, ja, dat is samenhangend. Dat kun je niet meer in twee stukken knippen. Dus als je een lijn vloeiend wilt over laten gaan, dus in het vlak, dan moet je het vlak kapot knippen. En dat mag dus juist net niet. Dus dat een lijn niet hetzelfde is in deze zin, dus als het vlak, en dat is heel erg simpel, maar dat het vlak niet hetzelfde is als de driedimensionale Euclidische ruimte, dat wordt opeens heel erg moeilijk, want eenzelfde simpel argument als een punt te weglaten lukt dan niet meer. Je kunt dat natuurlijk wel generaliseren door er dan weer iets anders uit weg te laten, maar dan kom je juist in hele moeilijke vragen en dat was wat Brouwer heeft opgelost. En dat deed hij, mag ik nog even doorgaan? Ja, natuurlijk. Ja, dat deed hij door zijn hele bekende dekpuntstelling. Wat is de dekpuntstelling? Als je een kopje koffie neemt en je laat daar een suikerklontje in oplossen, dan zie je dat suikerklontje allerlei bewegingen in die koffie veroorzaakt. Natuurlijk mag je dat suikerklontje er niet met een wilde beweging ingooien. Wij zijn allemaal rustig en dus bedachtzame mensen. We willen niet dat de koffie over ons heen spat. Dus dat suikerklontje, dat moet je op een rustige manier in het kopje koffie doen. En dan zie je dat er allerlei bewegingen komen. Die zijn te vloeiend. Maar dus uiteindelijk is het zo dat er altijd nog in die koffie een punt, een molecuul is wat onveranderd blijft. En dat is een illustratie van de dekpuntstelling van Brouwer. Als je een continue afbeelding, noemen we dat binnen dus topologie, een vloeiende dus beweging hebt van een kubus in een kubus, dan is het zo dat altijd één punt daarin het invariant moet blijven en dat heet een dekpunt. En dat is de beroemde dekpuntstelling van Brouwer, waarmee hij dat probleem, wat ik net schetste, mee oploste. We hebben één vraag uit het publiek. Hi. Voor de niet-wiskundigen onder ons, wat ik ben, heb ik ook wel eens gehoord dat topologie vergeleken wordt met een koffiekopje en een donut.
om dat te visualiseren dat het dezelfde vorm heeft. Weet u daar misschien iets van? Ja, er zijn hele mooie filmpjes op het internet waarin je een koffiekopje kunt deformeren, dus vloeiend kunt laten overgaan in een donut. Dus voor een topoloog zijn een koffiekopje en een donut zijn dezelfde. Het is objecten die hebben, dus topologisch gezien, dezelfde objecten. En je moet er maar even over nadenken. Als je het koffiekopje pakt, dan heb je een oor aan dat koffiekopje. En dat kun je dan zo dus vloeiend laten overgaan in een donut. Met mijn handen dat demonstreren, dat is lastig. Ja, een koffiekopje. Dus ja. En ook een heel bord donuts. Ja, nee, daar begin ik niet aan. Want dan moet ik het koffiekopje eerst kapot gooien. En dat mocht nou juist niet, want dat moesten vloeiende bewegingen zijn. Ja. En we hebben dus nu iets gehoord over wat die topologie is. En meneer Van Dalen, kunt u misschien iets vertellen over hoe die topologie ervoor stond op het moment dat Brouwer de wiskunde inkwam? Of dat Brouwer ging studeren of zijn proefschrift begon te schrijven? Ja, toen Brouwer begon te studeren, dat was het eind van de 19e eeuw, was de wiskunde in een soort overgangsperiode. Wiskunde is altijd gezond geweest, er is nooit wat op aan te merken geweest. Maar in de 19e eeuw begonnen de mensen te denken, er moet toch een soort geheim zijn. Dat dit hele gebouw van de wiskunde zo mooi werkt, daar moet een verklaring voor zijn. En die is in allerlei richtingen gezocht. In de logica, in de verzamelingsleer, in de taal. Kortom, er zijn allerlei oplossingen gesuggereerd waardoor de wiskunde zo veilig is en zo goed is. Toen Brouwer binnenkwam, was die discussie weliswaar aan de gang, maar niet zo erg heftig. Brouwer nam een heel ander standpunt in. Hij zei, wiskunde, dat is wat wij zelf in ons hoofd maken. Wij zijn de personen die zorgen dat er natuurlijke getallen zijn. En die creëer je door een mentaal proces. Heb ik de tijd om een citaat te plegen? Ja, wat mij betreft wel. Ja, hier ben ik. Brouwer was iemand die in tegenstelling tot bijvoorbeeld Hilbert en in tegenstelling tot Peano, Frege, van mening was, net als Kant, dat de wiskunde op de intuïtie gegrond is. Daar heeft hij hele krasse uitspraken over gedaan, maar die waren wel zo effectief dat het hem lukte. Ik heb hier het citaat over het continuum. De oerintuïtie der wiskunde en alle werking van het intellect als het van kwaliteit ontdane substraat van alle waarneming van verandering. Een eenheid van continu en discreet, een mogelijkheid van het samendenken van meerdere eenheden, verbonden door een tussen dat door inschakeling van nieuwe eenheden zich nooit uitput. Dat is de basis van Brouwer's wiskunde. Hij zegt, die eenheden, die denk je, die zie je in je hoofd en die kun je manipuleren, daar kun je gebouwen van maken. En dat is het begin van de echte wiskunde. En dat was natuurlijk, in zekere zin die tijd, vloeken in de kerk. Want al die andere wiskundigen en al die andere geleerden waren van mening dat de mens is een erg aardig ding, maar die kan toch nooit zoiets exacts maken als wiskunde. Dus daar brak Brouwer in. En dat is goed uitgespeld in zijn dissertatie en in latere artikelen. Maar die zijn toch tamelijk gecompliceerd, zodat ik alleen maar ernaar kan verwijzen. We gaan het straks nog even uitgebreider hebben over die grondslagen van de wiskunde en het intuïtionisme. Er is nu een vraag. Volgens mij een vraag uit het publiek, ja. Nee, een vraag, maar geen vraag, maar een voorbeeld van de dekpuntstelling. Je kunt het menselijk haar nooit zo kammen dat er geen kruin is.
Een harige bol kun je niet kammen. Er is altijd één punt wat op zijn plek blijft. En dat is menselijk. Ja, dat klopt inderdaad. Dat is een leuk voorbeeld van de dekpuntstelling. De dekpuntstelling heeft enorm veel dus toepassingen. Het is een van de meest gebruikte stellingen uit de wiskunde. En dus de meeste wiskundigen die kennen de stelling. Die gebruiken hem in hun wiskunde, maar weten niet hoe ze hem moeten bewijzen. Want het bewijs is daarvoor veel te moeilijk. De dekpuntstelling wordt gebruikt in de analyse, bij het oplossen van partiële differentiaalvergelijkingen, in iets zo ver afstaans als de spel, dus theorie. Nou zult u zeggen, ja, dat is wel heel erg ver weg. Nou, niet zo erg ver weg, want de bekende wiskundige John Nash, die de Nobelprijs heeft gewonnen, die kreeg dat voor speltheorie en in zijn theorie speelde de dekpuntstelling van Brouwer een enorme belangrijke rol. Ook in de economie, in de economische de wetenschappen, voor het bewijzen dat er evenwichtstoestanden zijn, speelt de dekpuntstelling van Brouwer een enorme belangrijke rol. En ook inderdaad, als je het hebt over de haren, maar voor mij geldt dat niet meer zo erg. Dus op mijn hoofd is de dekpuntstelling van Brouwer en niet meer toepasbaar, helaas. Was Brouwer zich gelijk ook bewust van al deze toepassingen? Of had hij in de gaten dat het een grote ontdekking was? Ja, dat weet ik niet natuurlijk. Dat is speculeren. Misschien dat professor Van Dalen daar meer van weet. Maar ik denk, als je zoiets fundamenteels bewijst als de dekpuntstelling, dat was een klassieke vraag die zich voordeed, die niemand op kon lossen. Op het moment dat je dat wel op kan lossen, denk ik dat je ogenblikkelijk voelt dat je hier iets fundamenteels bij de kladden hebt. Dus ik denk wel degelijk dat hij ogenblikkelijk begreep dat dit heel bijzonder was wat hij had gedaan. Dat denk ik. Maar misschien dat u daar iets meer over zal kunnen vertellen. Was hij in één klap een beroemdheid nadat hij dit had bewezen, of ging het niet zo? Was hij al meteen heel beroemd toen hij dit had bewezen, of is dat pas later gekomen? Ja, dat wel. Hij brak al heel snel door. En dus die dekpuntstelling en de theorie van de dimensie en een hele hoop andere dingen, die waren internationaal erg in trek. Dat wil zeggen, die werden gelanceerd in de jaren 10, voor de Eerste Wereldoorlog. Ze zijn pas begrepen echt in de jaren 20, toen kwam de industrie op gang. Brouwer kende al die mensen die in dat gebied werkten. John von Neumann, Herman Weil, you name it. En hij zag wat ze deden, maar hij had zelf geen behoefte om die toepassingen te maken. Hij vond het best als anderen deden, maar hij was tevreden met het principe. Later zou hij niet meer verder gaan als topoloog, maar aan de UvA vooral zijn eigen logica, het intuïtionisme, onderwijzen. Zowel u, professor Van Meel, als u, professor Van Dalen. Denkt u dat hij zijn bewijzen gebruikte om beroemd te worden, om daarna in de logica verder te kunnen? Ja, dat is een hele interessante vraag. En u ziet dat de microfoon van ons beiden ogenblikkelijk naar onze mond ging. En ik denk dat wij daarover niet dezelfde mening hebben. Denk ik, maar we zullen dat straks horen. Dus mijn gevoel is, als je de stellingen die Brouwer bewijst. Als je doet wat hij deed, dat was uit de lucht nieuwe wiskunde plukken waar niemand aan had gedacht. Dan is dat iets wat helemaal uit je tenen voortkomt, wat omhoog in je lichaam dus borrelt en naar buiten komt. En dat moet zo fundamenteel onderdeel zijn van je wezen, van hoe jij wiskunde doet. En dat moet zijn de lucht die je inademt. En ik kan me dus niet voorstellen dat iemand dus planmatig van tevoren denkt, waarmee kan ik beroemd worden? En als ik beroemd ben, dan ga ik andere dingen doen en dan zullen ze naar me luisteren. Ik kan me niet voorstellen dat iemand dergelijke diepe wiskunde dan aan het voetlicht dus brengt, dan
dus Brouwer deed. Ik denk dat het helemaal uit je wezen moet borrelen en moet opkomen. Maar misschien dat Van Dalen daar een andere mening over heeft. Ik sluit mij geheel bij de vorige spreker aan. Brouwer deed topologie omdat die problemen hem fascineerden en er gebeurden verschrikkelijke mooie dingen. Dat is een beetje gestopt tegen de Eerste Wereldoorlog. Toen waren de internationale contacten minder. En ik denk dat hij daarna gewoon weer teruggedreven is naar de grondslagen. Maar er was geen berekening van ik doe dit eerst en dan ben ik beroemd en dan kan ik alles doen. Maar was het eigenlijk zo dat hij door die beroemdheid van de dekpuntstelling dat hij meer aanhangers kreeg in zijn intuïtionisme? Ik denk dat dat ongetwijfeld het geval is. Ja, zeker. Dat kan niet ontkend worden. Als je de dekpuntstelling op je naam hebt en je gaat een lezing geven in Potsdam, dan zeggen ze, oh, dat is zo'n knappe man. Als je daarentegen zegt van ik ga u nou uitleggen wat de natuurlijke getallen zijn, dan gaan ze naar huis. Zo zijn we eigenlijk al een beetje vanzelf aangekomen bij het intuïtionisme. Dus ik wil aan u eigenlijk vragen, kunt u uitleggen wat het intuïtionisme is, meneer Veldman? Nou, ik wil het wel een klein beetje proberen. Ja. Graag. Ik denk dat we moeten beginnen bij Cantor. Cantor heeft een definitie gegeven van het begrip reëel getal. Er waren al eerdere definities, maar hij heeft de verzameling van de reële getallen ingevoerd. En dat is een grote stap in de geschiedenis van de wiskunde. Want bijvoorbeeld in de Griekse oudheid, toen de wiskunde ook al van zeer hoog niveau was, kende men niet het begrip reëel getal, maar wel het begrip verhouding. Maar een verhouding was geen ding. In een verhouding werd over het begrip verhouding werd indirect gesproken. Dus A staat tot B is als C staat tot D. Dat kan ik goed uitleggen zonder verhoudingen als objecten in te voeren. Nou, Cantor is dus een van degenen die de verzameling van de reële getallen als... Je moet de microfoon misschien iets dichter bij... Ja. Cantor is een van degenen die de verzameling van de reële getallen als object heeft ingevoerd. En die heeft daarna ontdekt... Gezien kun je misschien zeggen dat dat een overaftelbare verzameling is. En die ontdekking heeft enerzijds aanleiding gegeven tot de opkomst van de verzamelingenleer. Wat Cantor zelf voor een groot deel heeft gedaan. En anderzijds tot Brouwers kritiek. Brouwer reageert op Cantor in een heel aantal opzichten. Brouwers... Brouwer stelt zich de vraag hoe wij de verzameling van de reële getallen, hoe we daar goed over kunnen spreken, hoe we daar goed mee kunnen omgaan. Dus het is, wat ik in de eerdere opmerking ook al zei, intuïtionisme is een bezinning op wat we aan het doen zijn als we wiskunde doen, wat het is. Dus wat is die verzameling van de reële getallen? Als je het een verzamelingstheoreticus vraagt, dan zegt hij, nou, dat is eenvoudig. Je maakt gewoon eerst alle reële getallen en dan ga je met een zak rond en dan stop je ze allemaal in. En dan zeg je, kijk, ik heb ze allemaal gevangen. En Brouwer zegt, dat is belachelijk. Zo'n beeld is onzin. Want elk individueel reëel getal, je kunt denken aan een decimaal ontwikkeling, is een oneindige rij. Dat gaat maar door. Dus we kunnen de decimale ontwikkeling van pi gaan maken. En we kunnen allerlei middelen inzetten om daar heel veel cijfers van te weten te komen. Het is nooit en nooit en nooit af. Dus hoe moeten we zulke onaffe objecten goed behandelen? En dat haakt dan ook in met de kritiek die hij krijgt op de logica. Want hij zegt, de mensen doen net of zo'n oneindige rij. Nou ja, dat is. We kennen een eindige rij. We kennen een rij van 100 en we kennen een rij van 1000. En oneindig is dan net zoiets. En daar komt ook de kritiek die Brouwer heeft op de logica binnen. Want Brouwer heeft dus de beroemde aanval gedaan op het beginsel van het uitgesloten derde. Hij zegt, dus niet, als je een wiskundige uitspraak doet, dan is het zo. Het is waar of het is niet waar. Ja.
Maar wiskundige uitspraken, dat zijn niet feiten op de manier van de natuurwetenschap. Is misschien ook gevaarlijk, maar in ieder geval, het zijn geen huis, tuin en keukenfeiten. Het is waar of niet. Het is iets wat wij met, ja, goed, dus je zou zeggen, als er 100 zijn, als er 100 dingen liggen, dan heb ik inderdaad, dan is dat zo. Waarom? Waarom is dat eigenlijk zo? Ja, omdat ik dat op een of andere manier heb vastgesteld. En door over te gaan van het feit naar de manier waarop ik het heb vastgesteld, krijgen we verschuiving in onze kijk op de wiskunde, krijgen we verschuiving van het feit naar het bewijs van het feit. En dat is een hele belangrijke ontwikkeling die Brouwer in gang heeft gezet. Dus hij zegt, als het 100 dingen zijn, nou dan gaan we gewoon af. Hè? En dan over een kwartier is het gebeurd, dan heb ik ze allemaal gehad. En dan weet ik het dus, ze doen het allemaal of er zit een defect ertussen. Maar als er oneindig veel zijn, hoe doe je dat dan? Dat kan helemaal niet. Dat kunnen wij helemaal niet. En dan zeggen de mensen die dan niet met Brouwer eens willen zijn, die zeggen, nou, dat hoeven wij ook helemaal niet te doen. Ja, dat is gewoon, het een is zo of het ander is zo, wij kunnen het wel niet zien. Maar dat is helemaal onzin volgens Brouwer, om zoiets te zeggen. Alleen, zijn dekpuntstelling gaat ook over van, goed, als ik in een koffiekopje roer, dan bestaat er ergens één punt dat op dezelfde plaats blijft, maar zonder aan te tonen dat dat punt, wat dat punt dan moet zijn. Is Brouwers topologie consistent met zijn latere intuïtionistische denken? Dat is op verschillende manieren helemaal consistent. Op de eerste plaats is het probleem van de dekpuntstelling, of de dimensiestelling, dat is eigenlijk al een probleem van Cantor. Dus Cantor heeft ontdekt dat de verzameling van de reële getallen overaf telbaar is. Ja, en stelt zich dan maar heeft daarna nog meer ontdekt. Hij heeft ontdekt dat in het vlak evenveel punten liggen als in de lijn. Of op de lijn. En dan stelt hij zich de vraag, ik kan een koppeling maken tussen de punten van de lijn en van het vlak. Hij stelt zich de vraag, kan ik dat op een continue manier? Hij geeft een verkeerd bewijs. Dus dat probleem was er toen en Brouwer heeft het opgelost. Hè? Dus dat is dus. En verder is het hele idee van een continue afbeelding. Een continue afbeelding, dat is een constructieve afbeelding. Want die zegt, ja, een continue afbeelding moet op reële getallen werken. Maar een reëel getal is een oneindige rij. Dus die moet eigenlijk op grond van beginstukken van die rij, beginstukken van de uitkomst geven. En dan ben je bij het idee van de continue functie. Dus er is een diepe verwantschap tussen Brouwers topologische activiteit en zijn intuïtionistische activiteit. Professor Van Dalen, ik wilde aan u vragen, hoe raakte Brouwer hiermee in conflict met Hilbert en hoe speelde zich dat af? Hilbert was in die tijd de ongekroonde koning van de Europese en misschien van de wereldwiskunde. Hij had het standpunt ingenomen dat de wiskunde niets anders is dan een bijzonder knap formalisme waarmee je alle stellingen kunt bewijzen die je maar wilt hebben. Er is maar één klein probleempje, namelijk hoe kun je dan controleren of dat spel klopt, hè? Dat er geen tegenspraken voorkomen. Met andere woorden, technisch gesproken, dat het consistent is. En dat maakte sommige mensen wantrouwend. Die zeiden, nou, als Hilbert zo'n enorm programma heeft en hij kan niet eens laten zien dat het allemaal klopt, dan zitten we toch misschien op het verkeerde spoor. Brouwer nam dat standpunt niet in. Hij nam het fundamentele standpunt in dat wat je met de taal beschrijft niets te maken heeft met die... Nou nee, nu overdrijf ik. Heel weinig te maken heeft met die imaginaire, denkbeeldige werkelijkheid waarin de wiskundige voor zichzelf het wiskundegebouw opbouwt. En dat je uit de eigenschappen van de taal, nou, soms wel, maar niet altijd kunt concluderen hoe de wiskunde in elkaar zit. En hij viel over
wat collega Veldman net zei, het principe van de uitgesloten derde. Voor Hilbert was het principe van de uitgesloten derde hetzelfde als de bokshandschoen van de bokser. He, zonder de uitgesloten derde kun je helemaal geen wiskunde doen. En Brouwer zei, dat kan wel zo zijn, maar het principe van de uitgesloten derde is onjuist. Kan niet bewezen worden. Voor alle niet-wiskundigen, het principe van de uitgesloten derde, wat is dat? Het principe van de uitgesloten derde zegt dat als je een uitspraak hebt, laten we hem voor het gemak A noemen, dan is of A waar of zijn negatie. Niet A is waar. Eén van die twee moet waar zijn. En dat is een principe dat verschrikkelijk veel gebruikt wordt in de wiskunde. En wat daarmee gelijkwaardig is het bewijs uit de ongerijmde. Nou, iedereen die vroeger Euclides geleerd heeft, krijgt al aan het begin te maken de bewijs uit de ongerijmde. Dat zijn hulpstukken van de wiskunde waar je niet buiten kunt, zou je denken. En Brouwer zei, het is helemaal niet waar. Die hulpstukken kunnen we er rustig uitgooien. We kunnen een constructieve wiskunde maken zonder die dingen. En meneer Ree, u vertelde net dat u nogal ideologisch was als wiskundestudent. Brouwer was ook nogal ideologisch. Nou, ik studeer zelf wiskunde en ik moet zeggen dat ik weinig over dit soort dingen, grondslagen van de wiskunde of krijg over nadenken. Is dat anders in uw tijd dan in Brouwers tijd of in deze tijd? Ik heb het idee dat idee wat ik nu helemaal niet meer heb, maar dat toepasbare dingen een beetje inferieur waren, dat in mijn kring van studenten wel vrij gangbaar was. We waren hoogmoedig, hè? De mensen die statistiek dat soort dingen deden, die verlaagden zich en daalden af naar de dagelijkse wereld. Flauwekul vind ik nu, maar zo dachten wij er wel over. In ieder geval in dat kunstleven en mystiek van Brouwer, wat natuurlijk, zoals meneer Van Dalen al zei, een studenticoos jeugdwerkje was, daar komt dat in zeer extreme mate voor. Dat eigenlijk alle praktische handelen een soort zondeval is, waar het intellect en het denken zich zo ver mogelijk van moet houden. Enerzijds maakt dat op ons een beetje een vreemde indruk, maar aan de andere kant komt hij daardoor toch ook tot dingen die nu heel actueel zijn. Bijvoorbeeld, hij fulmineert heel erg tegen de verwoesting van de aarde. Een milieuactivist kan je hem niet noemen, want activisme, dat was hem geheel vreemd, maar wel iemand die die aanslag op de aarde heel duidelijk zag. Ik wilde eigenlijk ook nog een vraag stellen aan u, meneer Veldman, want we hebben net een beetje doorgekregen dat u dus allerlei dingen volgens Brouwer niet mag doen als je intuïtionistisch met wiskunde bezig bent. Is het inderdaad ook moeilijker om dan bewijzen te leveren of over dingen na te denken? Hoe ervaart u dat? Het is subtieler, ja, dat zeker. Dus uitgesloten derde, als je dat in je bewijzen wel gewoon gebruikt, ben je soms vlugger klaar. Maar als je er als intuïtionist naar kijkt, dan zeg je, wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? Deze stap, daar kan ik helemaal, dat vind ik niet verstandig. Dus als ik het nou wel goed probeer te zeggen, wat komt er dan uit? En dat is dan wel moeilijker, maar ook veel leuker. Is er een vraag uit het publiek? Ja, een beetje daarop aanhangend. Ik heb gehoord dat intuïtionisten niet kunnen bewijzen dat een deelverzameling van een eindige verzameling eindig is. Klopt dat? En is dat niet een best wel groot gebrek? Nee, dat klopt. Ja, dat klopt. Want kijk, we kunnen de eenvoudigste eindige verzameling is een verzameling met maar één element. Ja. En dan zijn er onopgeloste problemen. Dus ik kan nu een deelverzameling maken door te zeggen, dat ding zit erin als dat probleem is opgelost. En dan weet ik dus niet of het ding erin zit of niet. En dan weet ik dus niet of die verzameling 0 of 1 elementen heeft. Ja. Dus in die zin
als ik het begrip deelverzameling, ja, ik mag willekeurige conditie noemen en dan de dingen die aan die conditie voldoen zitten in de deelverzameling, dan kan ik die condities niet beslissen en dan kan ik dus ook niet tellen. Daar vind ik geen uitkomst. Dus dan is die verzameling niet in de strikte zin van het woord eindig. Maar daar heeft u geen moeite mee? Nee, dat vind ik een goede opmerking. Hè? En zo moet de vrouw ook zien. Hij maakt goede opmerkingen. Hij zegt, ja, jullie zeggen dat nou wel, maar wat betekent het eigenlijk? En als ik het... Dus ik zeg wel eens, de klassieke stellingen zijn heel vaak teleurstellingen. Hè? Ja, je denkt dat je iets krijgt, maar je krijgt het niet echt. Ja. En dan ga je kijken, wat krijg ik dan wel? En kan ik misschien voorwaarden formuleren, zodat ik het wel echt krijg? Dus komt er iets voor die eindigheid dan in de plaats? Of kunt u helemaal niks zeggen? Hoe gaat het als intuïtionist? Je kan het begrip eindeloos variëren en subtieler. Of kun je allerlei definities maken. Hè? Dus ik kan voorbeelden geven, maar misschien nu niet. Maar. Als u één voorbeeld wil geven, alsjeblieft. Ja, ik kan een voorbeeld geven. Ik kan bijvoorbeeld zeggen, ik heb hier de rij van de natuurlijke getallen. Ja? En ik ga daar een deelverzameling van maken door af en toe een lampje aan te doen in die oneindige rij. En dan kan ik natuurlijk zeggen, ik doe precies 100 lampjes aan. Ja? En dan weten jullie, het zijn precies 100 lampjes, dat is een eindig aantal. Maar nou zeg ik bijvoorbeeld, nee, ik zeg het nog niet, maar ik ga gewoon de rij langslopen en als het eerste lampje aangaat, dan zal ik verklappen wat het aantal lampjes wordt dat aan zal gaan. Ja. Dan weet je het lekker nog niet. Hè? Maar een klassieke wiskundige die zegt, oh natuurlijk is het eindig, want of hij doet een lampje aan, of hij doet het niet aan. U zegt, er gaat misschien... Goed, wat? Het gaat me misschien ook pet te boven. Bij u is wel een lampje aangegaan. Ik wilde toch nog heel even terugkomen op die stroming in de wiskunde. Brouwer heeft een grote strijd gevoerd daarom. Is dat tegenwoordig minder? Is de wiskunde zakelijker geworden? Gaat het ons minder aan het hart? Meneer Ree? Nou ja, tegenwoordig. De tijd dat ik wiskunde studeerde, die liep tot 1970. Hè? Dus dat durf ik niet meer tegenwoordig te noemen. Maar zoals ik heb daar college intuïtionisme bijvoorbeeld gehad. Aan ons toen werd intuïtionisme gegeven als een vak onder andere vakken. Hè. Je hebt numerieke wiskunde, je hebt topologie, je had ook intuïtionisme. Terwijl dat, zoals duidelijk blijkt wat meneer Veldman net heeft gezegd, dat was niet de bedoeling van Brouwer. En het is ook niet uw bedoeling, lijkt mij, dat het een vak onder andere vakken is. Er is gesproken over ruzies. Over het algemeen twee verschillende wiskundige vakken, die maken geen ruzie met elkaar. Die denken, iedereen heeft zijn eigen terrein. Maar Brouwer en Hilbert hadden wel zeer hoog oplopende ideologische verschillen. Hilbert, is de uitspraak van, wij laten ons niet uit het paradijs van Cantor verdrijven. Wij willen niet minder resultaten, want met het intuïtionisme komen er minder resultaten. We willen juist meer resultaten. En die ideologische felheid die was naar mijn idee toen ik studeerde niet meer aanwezig. En ik denk dat het nu ook niet meer zo is, omdat die felheid naar mijn idee paste bij een soort algemene tendens in de cultuur die ook op allerlei andere gebieden zo'n strijd gaf. Hè. Dat intuïtionisme, dat, zoals Hilbert in ieder geval zag, gaf minder resultaten dan de klassieke wiskunde. Je kan er tegen inbrengen dat die resultaten niet zo solide waren, maar het gaf minder resultaten. Het is dus een soort reductie. En dat
Naar mijn idee kan je die reductie van het intuïtionisme vergelijken bijvoorbeeld met Wittgenstein in de filosofie, die de filosofie niet alleen wilde reduceren met zijn tractatus logico-philosophicus, maar in wezen geheel afschaffen. Zijn filosofie was het bijna niks of helemaal niks in de filosofie. Je kan ook aan Mondriaan denken en verwanten. Abstracten die je vergeleken bij naturalisme natuurlijk een heel versoberde beeld gaven. Ook in de muziek had je dat soort reacties op de romantische muziek van de 19e eeuw. Ik denk bijvoorbeeld aan Satie. En dat reductie en het streven naar zuiverheid. En je had bijvoorbeeld architect Adolf Loos, die een groot geschrift heeft geschreven over het ornament in de architectuur, wat hij vergeleek met tatoeages die in zijn tijd alleen nog door zeelieden en criminelen werden gebruikt. Het ornament Sorry, was ik moet voor u even, hem. Ik ga u even afkappen, want het is bijna tijd. En we kunnen denk ik nog uren hier doorpraten over Brouwer. En dat gaan we misschien ook wel doen, gewoon één op één hier na deze editie. Maar ik wil graag nog afsluiten met één laatste vraag aan meneer Van Dalen. Ik heb gelezen dat u heeft gezegd dat het leven en het werk, waar we nu zoveel over gehoord hebben, van Brouwer eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Kunt u kort vertellen hoe u dat ziet? Hoe ik wat zie? Dat het leven en het werk van Brouwer onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Zijn wiskunde en zijn persoon. Vindt u dat niet? Ja, onlosmakelijk verbonden in de zin dat Brouwer maakt die wiskunde zelf in zijn hoofd. En dat is daar. En ik mag er. Dus als je nou solipsist bent, dan heb je het makkelijk. Dan ben je alleen op de wereld. Brouwer was een beetje solipsist, maar ook weer niet helemaal. Maar als je geen solipsist bent, dan moet je het een beetje anders aanpakken. Dan moet je postuleren dat al die mensen hier in de zaal ook wiskunde in hun hoofd maken. En dat door een of ander toeval ze dat op precies dezelfde manier doen. Of dat nou klopt, ja of nee, het zal mijn zorg zijn. Het is wel duidelijk dat kinderen vanaf het begin dat ze leren rekenen, met die getalletjes in hun hoofd allerlei leuke dingen kunnen doen. De dingen doe je in je hoofd. Het zit in jezelf. Ik denk dat we met die woorden af kunnen sluiten deze editie van de Beta Break. Allemaal hartelijk bedankt dat jullie zijn gekomen om te luisteren. Volgende maand gaan we het hebben over moderne oorlogsvoering. En we zijn eigenlijk zoals altijd op zoek naar nieuwe leden. Mail dan naar betabreak.uva.nl. En een hartelijk applaus voor onze vier gasten. Heel erg bedankt.